Goedenavond. Het werd in Barcelona tijdens de laatste testdag onder de Spaanse zon een vrij chaotische sessie. Ja, want met 5 rode vlaggen werd de ochtendsessie vrijwel constant onderbroken door ongeregeldheden. De eerste rode vlag kwam door Fernando Alonso, Alpine had namelijk een hydraulisch probleem. Gasly schoot in bocht 5 door en crashte zo zijn AT03. Guan Yu Zhou zorgde voor de derde en vierde rode vlag, omdat hij ook stil stond op de baan. En de vijfde vlag was voor Sebastian Vettel vanwege een olielek en dat veroorzaakte dan weer een klein brandje. Dus ja, het was voor alle coureurs lastig om in het juiste ritme te komen met het stampen van zoveel mogelijk rondjes op het circuit. Voor Verstappen werd het, na omstandigheden, een prima sessie. Hij wist er 59 rondjes uit te knallen en zijn snelste tijd, een 1.19.7, was goed voor een tweede plek achter George Russell in zijn Mercedes. Er waren behoorlijk wat rode vlaggen, dus we konden niet ons hele programma afwerken. Maar alles werkte naar behoren en de auto voelde goed aan. We hebben voortgeborduurd op mijn eerste dag. Ja, het was belangrijk om alles te checken hier in Barcelona. Zo vertelde Max op zijn eigen website. Qua rangorde bij de teams is het natuurlijk ook nog een beetje vroeg om er iets zinnigs over te zeggen. Zo weet Verstappen ook zelf. Dat weet ik niet. En eerlijk gezegd hebben we op dit moment nog niet veel aandacht besteed aan de rondetijden. Dat komt pas tijdens Q3 in Bahrein. Het is positief dat de auto goed werkt en ik ben blij met de balans. Toch zal het anders zijn bij de testdagen in Bahrein en tegen de tijd dat we de eerste race rijden zullen de auto's weer anders zijn. Lunchpauze, dus weer tijd voor een persconferentie en die ging voornamelijk over de Grand Prix van Rusland. De Formule 1 had er rond een uurtje of 1 een statement uitgegooid met dat de Grand Prix van Rusland dit jaar niet door zal gaan. Want ja, ze vinden het namelijk niet gepast gezien de huidige omstandigheden in Oekraïne nu in het land te gaan racen. Veel coureurs hebben dan ook gereageerd omtrent de situatie, waaronder Carlos Sainz, die blij is dat het uiteindelijk allemaal is geannuleerd. En ook Bottas zegt dat het de juiste beslissing is voor de Formule 1 om niet naar Rusland te gaan. Tijdens de persconferentie waren de vrachtwagens druk bezig geweest om de baan nat te maken, zodat de coureurs de regenbanden van Pirelli konden gaan testen. Haas kwam in de middag ook niet meer in actie, want het team liep vanochtend tegen een aantal technische problemen aan met de wagen. En het repareren daarvan duurde een aantal uur, waardoor de testdagen voor Haas erop zaten. Ja, ondertussen werd er veel getest met de wets en de inters, maar gedurende de sessie droogde het asfalt in Barcelona langzaam maar zeker op. En ja, dat betekent natuurlijk dat er richting het einde van de derde testdag op Spaanse bodem weer wat harder gereden kon worden. Dus besloot Hamilton het circuit nog maar eens onder handen te nemen. In het laatste half uurtje van de testweek wist hij de snelste tijd en de snelste tijd van de week neer te zetten met een keurige 1.19.1. Daarnaast was hij ook nog eens de koning van de kilometers tijdens de laatste testdag. Hij wist namelijk met zijn Mercedes maar liefst 86 rondjes te rijden. En dat zijn er 4 meer dan Alexander Albon en 5 meer dan Carlos Sainz. George Russell en Lando Norris die hebben hun twijfels over de verwachte verhoging aan actie op de baan voor komend seizoen. Het lukte hen namelijk niet om hier een goede demonstratie van te bewerkstelligen tijdens de testdagen. Nou, voor ons is daar nog steeds Ian van het GP Fans Global Team en hij praat ons bij omtrent dit onderwerp. Yes, as everybody knows, we have these new aerodynamic regulations that have been brought in for this season. With the hope that the cars can follow more closely, that they will be able to overtake more easily. And during the driver's press conference today, involving Lando and George, they both mentioned the fact that George in particular attempted to overtake Lando. We all know anyway that Barcelona, Circuit de Catalunya here, is notoriously difficult for overtaking. But you would hope that this would be one of those tracks where, given the new regulations, that it would be that little bit easier. But according to what George was saying, that might not be the case, because whilst he pointed out that it is now much easier to follow a car in front, actually the slipstreaming effect has been greatly reduced, and therefore he was unable to pass Lando. Lando, realizing that George was trying to overtake him, did his absolute best to ensure that was not going to be the case, and he came out on top in that little battle. Now, it was just one small battle, but it was a word of warning from both drivers that, hold on a second, yes, we can follow, but maybe the fact that we can't slipstream like we used to, that is now going to play a part in the racing going forward. As I say, it's Barcelona, it's never easy here, but we can only hope that when it does come down to the Grand Prix, that we are going to be given greater battles than we've seen in the past at some of the tracks that are that little bit more difficult to overtake. En goed, dat waren ze dan, de 3 testdagen in Barcelona. Heb je een beetje genoten van onze recaps? Laat het weten in de comments hieronder. Dan zie ik je morgenochtend weer bij een gloednieuwe GP Fans Nieuws. Tot dan! Hoi!